Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Voilà, zo ziet dat eruit. Romanesco. Cool, hè? Mooi, hè? Ik weet niet of je al weet waar de naam vandaan komt. Wel, eigenlijk ook niet. Romanesco. Dat is een Italiaanse naam met broccoli de Romanesco. En dat wil eigenlijk zeggen een broccoli van Roma. Dank u aan alle Italianen voor de benaming. Okay. Het heeft een beetje de kleur van een broccoli, ja. Maar meer een beetje de vorm van een bloemkool. En blijkbaar zou dat een voorbeeld zijn van een fractaal in de natuur. Okay. Maar het heeft te maken met een bepaalde structuur dat zich herhaalt, identiek, in verschillende maten, groot en klein. Dus je hebt de grote vorm, dan nog eens kleinere. Ja. En dat gaat zomaar door en door. Blijkbaar. Dat is mooi, hè? Prachtig, ja. En wanneer groeit dat? Ik vind dat veel gemakkelijker in de herfst te telen. Okay. Dat is een plant die als je het op het verkeerde moment zet, heeft een eigen om een beetje uiteen te gaan groeien. Je hebt gewoon een beter resultaat in de herfst. Dus nu de herfst, dat is een perfecte periode voor het perfecte moment, ja. En moet je daar iets speciaals aan doen? Moet je dat op spuiten of iets aan toevoegen? Of? Dat probeer ik gewoon zo weinig mogelijk te doen. Maar in plaats van de spuiten, wat ik doe, is gewoon aftekken. Omdat die kolen zijn super lekker voor heel veel beestjes. Gaande van reeën tot muggen en alles ertussen. Heb je hier reeën dat komen? Och, zie je die draad niet? We hebben gisteren een draad gespannen met elentriek. Och, arme de reetjes. Oh. Maar ze eten al die kolen op. Oh, die eten alles op. Mag ik hier eentje proberen oogsten? Ja, absoluut. Ga je het zelf doen? Ik ga mijn best doen. Als ik een schone vind, die vind ik wel mooi. Ja, kies maar. Dus gewoon het blad kan je een beetje afbreken naar beneden. Zo. Ja. En dan? En dan gewoon doorsnijden. Voilà. Hey, prachtig, hè? Is dat populair bij de mensen eigenlijk? Ja, toch wel. Je hebt mensen die zeggen van ja, liever een bloemkool. Maar er zijn veel mensen die, denk ik, vooral mensen die echt op smaak letten en die zeggen van tja, dat is toch lekkerder, die Romanesco. En ook die vorm is uniek. Ja, hè? Je vindt dat nergens in geen enkel andere groente terug. Ja, dus ik moet niet veel moeite doen om die, verkocht te krijgen. Ja. Kook je ook ooit met die bladeren? Ja, ik eet dat zelfs zo op gewoon. Ja. Want dat vind ik altijd interessant. Er zijn zoveel delen van een plant die dikwijls gewoon op de composthoop belanden. Terwijl ze eigenlijk best wel lekker zijn. Of gewoon even opgebakken in een beetje olie. Ja. Zelfs de stengel is lekker. Ja, 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 ja. Goed zo. Dat is echt het beste. Met broccoli is dat ook het beste. Dat is lekker zoet, super knapperig. Ja. Gaan we delen? Ja. Top. Allee, smakelijk. Dat is de definitie van kraakvers, hè? Ja, letterlijk, hè? Super knapperig. Lekker zoet ook. Een dikke merci voor alle uitleg, Jen. Graag gedaan. Ik ben een beetje wijzer. Ja, laat het smaken. Merci.